Jacqueline duikt in de boeken. En Ingrid gaat vitaal. En Lisette neemt ons mee naar Limburgs dialect. Welkom bij Dwars door Limburg. Welkom bij Dwars door Limburg. Wat leuk dat je kijkt. Vanavond hebben we boeken, lifestyle en Limburgs erfgoed. We zijn hier met Jacqueline, Lisette en Ingrid. Fijn dat jullie aansluiten. En ja, volgens mij zijn wij heel eigenwijs geweest met z'n allen, of niet? Zeker de afgelopen week. Vooral de afgelopen week. Toen was jullie hebben wat ingefluisterd. Ja, toen was het namelijk kinderboekenweek in de bibliotheken en in het land. En het thema was lekker eigenwijs. Dus er zijn heel veel leuke, lekker eigenwijze activiteiten geweest in alle vestigingen van onze bibliotheken. En dat begon eigenlijk met het kinderboekenbal in Panningen. Kinderen die mochten over de rode loper zo het gemeentehuis binnenlopen. En mochten door naar boven in de raadzaal. Daar was het feest te doen. Daar waren demonstraties van breakdancers. De pompommeisjes deden daar een optreden. Maar de kinderen konden daar verhalen maken, naar verhalen luisteren. En wat ook heel eigenwijs was, dat was een ouderopvang. Oh nee, echt? Was het dus een keer andersom. Wel, ja. Dat is toch echt? Ja, en de ouders werden opgevangen omdat de kinderen, die gingen hun ding doen. En ouders die konden daar een workshop striptekenen gaan doen. Oh, heerlijk. Ja, ik zit weer helemaal in Asterix en Obelix, dus ik snap dat. Ja. Pas bij de doelgroep. Ja. Die hebben jij had daar zo naartoe gekund. Ik had daar zo naartoe gekund. En er was nog meer. We hadden in Kessel, jij weet daar alles van, hè? Ja. Daar kwamen de knuffels in de bieb. Ja, dat heb ik gehoord. Samen met hun kinderen kwamen ze bij de bieb. Lekker een verhaaltje, Ranja, koekje erbij. En toen zwaaiden de knuffels de kinderen uit. En de knuffels bleven logeren in de bieb. En die hebben er echt geslapen? Die hebben er echt geslapen. Ik heb niet gekeken of ze een boekje dicht gedaan hebben. Ja. Maar er kwamen kinderen van groep 8, 7, 8. En die hebben samen met knuffels allemaal eigenwijze dingen gedaan. Dus ene keer zat de knuffel in de boom, stoppertje te spelen, buiten vuurwerk afgestoken. Oh. In de magnetron even gezeten, gesjoeld. een hele stapel gemaakt van boeken, gevoetbald, samen koffie gedronken. Daar zijn allemaal foto's van gemaakt. En de knuffels gingen natuurlijk dan wel weer in de doos, dekentje erop. En de knuffel heeft heerlijk geslapen. En toen de kinderen de volgende dag kwamen, was godzijdank gewoon echt wel vroeg. En er stond inderdaad al een kind te wachten. Die wilde natuurlijk zien hoe het met de knuffel was. Tuurlijk. Ja. En die ging naar binnen en gelijk naar de knuffel. Hé, er ligt een boekje bij. Klein boekje wat de knuffel allemaal gedaan had. Ja. Nou, ze keek echt haar ogen uit. Oh, wat hartstikke leuk. Maar die knuffels, hè? Spreken die dan ook een beetje dialect? Gaat dat in Limburgs, het Nederlands? Wat spreekt Ik denk dat gewoon moedertaal was, Natalia. Ja, echt? Ja. Dus het maakt niet uit dat, welke taal het is. Het is altijd de taal van je hart. En voor ons Limburgers is dat, voor 78% van mensen is dat het Limburgs. Ja. Ja. Eigen dialecten dan wel, per regio. Moet je voorstellen, de Friezen is het maar 52%. Ja, is dat zo? Die zijn heel anders trots op hun taal als dat wij dat hebben. Ja. En daar gaan we naar werken, want ons dialect is gewoon heel tof. Ja. Die taal die leeft, dus eigenlijk past het niet in erfgoed, omdat het gewoon levende taal is. Ja. Ja. Nou, en het wordt ook denk ik wel onderschat hoe belangrijk dat het is om en dialect en Nederlands te spreken. Omdat het je ontwikkeling gewoon heel erg goed bevordert. Hè? Als je tweetalig opgroeit. Dus. Ja, als je meer talen spreekt, zijn je hersenen ook verder ontwikkeld op het taalgebied. Kun je ook makkelijker andere talen leren, beter focussen. Mm-hmm. Allemaal studies naar gedaan. Het schijnt zelfs dat je dan later kans krijgt op dementie. Zo. Dus het werkt echt heel, heel ver door. Okay. Ja. Dus. Wat mooi. Tweetalig, veel dialect. Ja. En je hebt je er echt aan gegeven, want je bent ook in Roermond geweest, toch? Klopt. In Roermond is nu een hoes voor het Limburgs. Mm-hmm. En daar hebben we een klein filmpje van, dus dat pop ik eruit in. Ja. Wat Hoes voor het Limburgs is een kennis- en expertisecentrum. Dus hier kent ze dadelijk al die kennis halen over de Limburgse taal. En als we het zelf niet hebben, dan hebben we een heel groot netwerk in Limburg waar we die kennis wel kunnen halen. En dat gaat van taal inhoudelijk. Hè. Wie schreef ze wet? Waar kan ik dingen laten doen? Of ik wil een project opstarten. Wie doe ik dat? Waar kan ik mijn subsidie vandaan halen?
Als ik met het onderwijs in contact kom, wie moet ik dan hebben? Wat is dan de inslag? Wat zien de voordelen van meertaligheid nou eigenlijk? Nou, zo kent ze doorblieven gewoon natuurlijk, maar een bak informatie kan ze hier komen halen. Kijk, Limburg is een meertalige provincie. We zitten tussen verschillende taalgebieden in. We hebben ontzettend veel talen in onze provincie. En de Limburgse taal is ook meertalig, want we bestaan uit ontzettend veel verschillende variëteiten. We hebben de cursus Leef Limburgs. Die is op 4 plekken in Limburg al te volgen. Even uit mijn kop is dat Heerlen, Maastricht, Venlo, Remunt en in Echt. En in Zittert beginnen ze door een van de komende weken aan. In Kerkrooi zien ze ermee aan de slag. In Wiert zien ze ermee aan de slag. Dus op verschillende plekken komt hij nog voorbij. Dus als ze net Limburg spreekt, wat wil ze leren, dan is dat een manier om de Limburgs als tweede taal te leren. Wat sta jij nou met een vlaggetje te wapperen? Is dat voor mij bedoeld? Je kunt er gewoon mee beginnen. Moet ik het in ontvangst nemen? Je mag het in ontvangst nemen, maar nou, officieel, alsjeblieft. Ik denk dat mijn schoonfamilie er heel blij van wordt. Natalia, in ontvangst nemen betekent ook naar de cursus gaan, hè? Oh, echt waar? Dus, vanaf januari. Wie verwachten van dicht dialect, hè? Oh, ja. Dat wordt met Gert. Klinkt zou je dit al kunnen uitspreken? Ja? Ja, het is een kwestie van doen, hè? Ja, kijk. Ja, er is echt helemaal niks mis mee. Maar vanaf januari is ook de cursus Limburgs in Panningen. Mensen zijn nu aan het omschrijven zodat het ook gewoon in de regio herkenbaar is. Dus dan heb je het niet over een plein of een mond en ook een straatnaam die je hier hebt. Mm-hmm. Ja, dat is gewoon lekkerder. Dan is het gewoon echt nog wat dichterbij. En er zijn twee mensen die zijn het samen aan het voorbereiden. Die hebben zo ontzettend veel lol. En dat wordt zo leuk. En het gaat niet over het schrijven trouwens. Het gaat echt gewoon over het spreken en over het verstaan. En ja. Maar is het nou ook de bedoeling dat ze dan, of in die cursus, of met dat het hele project in Remond, dat je elkaars dialect gaat spreken of dat niet? Nee, je gaat gewoon je eigen dialect spreken. Limburg is eigenlijk opgebouwd uit verschillende streken. Dat zien we nu op de achtergrond. Het zijn eigenlijk families van elkaar. En die familie die hebben gewoon meer eigenschappen hetzelfde als dat ze verschillend zijn. Zo moet je het eigenlijk zien. Dus ja, als je dan kijkt naar die streek vanaf zuiden naar het noorden, is toch een hele regio die ongeveer hetzelfde dialect spreekt. En ga je dan net een beetje buiten, zijn accenten wat anders. En zo geldt het bijvoorbeeld in deze regio voor het Meijers. Die zullen wat makkelijker naar de Weertse familie gaan. En daar zal die cursus dan net iets anders zijn. Ja. Ja, ik voel nattigheid. Als het met Sinterklaas niet is, dan denk ik dat het met kerst onder de boom ligt, die cursus. Maar goed, als ik dan toch mijn voorkeur mag uitspreken, mochten de familieleden kijken vanavond, dan kies ik toch wel voor een kunstzinnig boek. Dat zou ik zeker doen, ja. Ja. En dan zou ik jouw familieleden even laten kijken. Ja. Dit is echt een topboek. Maak het met kunstenaars. En dat boek is uitgebracht door het Stedelijk Museum. Zij hebben daar natuurlijk wisselende kunstenaars, wisselende exposities. En die kunstenaars die hebben daar workshops gegeven op allerlei verschillende gebieden. En ook in hun eigen visie, zeg maar, die kunstenaars hebben. Zo heb je ook bijvoorbeeld Victor en Rolf, dat zijn de modeontwerpers, ja. Hè. Die hebben hier ook een heel leuke activiteit in staan. En het zijn hele verschillende dingen, maar heel simpel eigenlijk. En, Victor en Rolf, hè, die deden heel veel met strikjes. Daar zijn ze heel erg bekend mee geworden. Dus ja, staan de strikjes in. Ik moet ze heel even... Je wil nu het hele boek. Ik wil dat even het boek. Ja, jij wilt eigenlijk... eens even kijken, Victor en Rolf. Ja, die ik kan ze nou ik zag al net meteen wat anders. Hè, want we zaten natuurlijk even voor de uitzending er al in te neusen. Hè, daarom wist ik dat het een leuk boek was. Ja, en dat boek wordt uitgelegd. Ja, daar kan ik mee thuiskomen. Plassen tegen de wind. Ja, ja dat was eigenlijk dat de uit. Titel die daar op dat hoofdstukje stond. Dus mm-hmm. Ik dacht, is dat dan, wat heeft dat nou met kunst te maken? Maar was eigenlijk een beetje een ludieke titel om te triggeren, om te gaan kijken. En dat gaat eigenlijk meer over tegen de wind en kunst maken. Tegen de wind en tekenen of schilderen. Dus hang jouw papiertje buiten aan een draadje en laat de wind zijn werk doen. En dan ben jij daar met een kwast met verf bezig. En dan ontstaan er hele verrassende dingen. Dus het is niet van kleur een plaatje in, maar
gebruik alles wat er gebeurt en laat dat ook gewoon gebeuren. Laat maar is het dan zijn. Meer gericht op kinderen, het boek, of juist volwassenen? Ja, kan eigenlijk voor iedereen. Maar okay. Het is wel gericht op kinderen. Maar ja, ik vind er zelf ook zoveel leuke dingen in staan. Ja. Daar kun je echt, als je dat krijgt voor jouw verjaardag, dan kan je vooruit. Ja. Ik denk dat het ook superleuk is om het gewoon samen te doen, toch? Als je, als je met kinderen samen bezig bent. Ja, heel leuk. Als volwassenen word je dan ook weer getriggerd om even buiten de gebaande paden te denken en uit je hokjes te komen. Want kunnen kinderen vaak veel beter dan volwassenen. Ja, dat klopt. Ja. Dus, en door met kunst bezig te zijn, gebruik je weer een ander gedeelte van je hersens. En het laat je toch ook anders naar dingen kijken. En het mooie is dat wij... dit zijn allerlei technieken en allerlei manieren om creatief te zijn. Wij hebben ook in de bibliotheken van dat soort dingen. Daar hebben we maaklabs. En de maaklabs, dat zijn activiteiten waarbij kinderen die doen iets en die leren daar dan iets van. En zo heb je het repaircafé bijvoorbeeld, repaircafé voor kinderen. Daar leren de kinderen iets repareren, hun eigen speelgoed of iets wat ze hebben meegebracht. En het is van tot elektronisch, tot timmeren, schroeven, noem maar op. Maar ben jij dan zo handig? Zit jij daar dan bij? Of? Nee, daar hebben we. Dat is een hele organisatie, het Repair Café. Ja. Die hebben we op verschillende plekken eigenlijk in onze gemeente. En die geven die les zeg maar aan de kinderen. Maar die zitten ook maandelijks. Bijvoorbeeld in de bibliotheek in Maasbree. Daar kun jij bijvoorbeeld met je kapotte stofzuiger of je koffiezetapparaat naartoe. En 9 van de 10 keer repareren ze het. Dat is ongelooflijk. Ja. Dat is kosteloos. Je mag een eigen bijdrage geven. Maar, is dat dan ook het maaklab of dat is apart ervan? Het maaklab, dat is apart daarvan. Mm-hmm. Dat was 1 keer een versie repaircafé. Ja. Maar bijvoorbeeld binnenkort hebben we in Maasbree het maaklab Blij met Klei. En daar gaan ze met keramiek aan de slag. Ze krijgen klei en ze krijgen vormpjes en ze krijgen dingen. Ja, ze leren ervaren wat kun je met dat materiaal. En dat wordt dan uiteindelijk wordt dat ook nog gebakken. Kunnen ze daarna weer op kunnen komen halen. Ja, ja. Ja. En zo is er ook een maaklab geweest. Maak kennis met de naaimachine of leer daarmee werken. Mm-hmm. Kon ze een oude spijkerbroek meebrengen en dan kon je daar een tasje van maken. Nou, dat was superleuk dat ze gewoon van die maaklab zijn waar kinderen gewoon lekker hun creativiteit kwijt kunnen. Echt mooi initiatief. Ja, ik ben vooral heel blij dat het, zeg maar dan, ik vind het voor binnen eventjes leuk bij mij, maar ik ben heel blij dat dan bij de bieb is. Ja. Weet je, dan heb ik die rotzooi daarna niet. Oh. Ja, dan moet je gewoon even opruimen. Oh, ja. Dan moet ik opruimen, dan moet ik bij jou zijn. Dat is toch easy peasy? Ja. Bij mij, ik voel me inmiddels bijna expert natuurlijk. Ja, ik ben natuurlijk bij Imke geweest inderdaad. Ja. En zei, dat is wel leuk als je zo'n chaos creëert met creativiteit, om dan daarna ook weer dingen goed te sorteren en goed op te ruimen. En daar heeft zij inderdaad wel wat handige tips voor. Dus wel leuk om eens even te kijken wat zij daarvan zegt als expert. Ik ben benieuwd, we gaan kijken. Ja. Imke, ik heb dus ook van die spullen, weet je wel? Ja. Kleine dingen, grotere dingen. En als ik dat wil gaan opruimen, dan verlies ik mezelf al snel in veelheid. Ja. En ook wat doe je weg, wat bewaar je en hoe lang bewaar je iets? Heb je daar een goede tip voor of zo? Ja, ik denk wel dat ik jou op weg kan helpen. Wat ik zelf vaak gebruik als ik bij mensen thuis kom, maar ook bij mezelf als ik ga opruimen, is dat ik daar toch probeer een systeem in te brengen. En dat doe ik middels deze kratjes. Okay. Daar wil ik je graag wat over vertellen. Als je gaat opruimen, dan zijn er altijd spullen die je wil houden, die je wil bewaren. Ja. En stel voor je gaat beginnen met een keukenkastje, dan horen daar de kopjes en de bordjes. Die wil je op die plek bewaren. En daarvoor gebruik ik dit kratje. Ik gebruik wel eens kleine kratjes, je kunt ze ook in een groter formaat krijgen. Ja. En dan vertel ik ook erbij, in dit kratje gaan we alle spullen verzamelen die je hier wil opruimen, die op deze plek dus moeten die blijven. Op die plek blijven. Ja, absoluut. Dus dat is eigenlijk de eerste categorie. Mm-hmm. En ik gebruik kratjes, maar je kunt ook een gekleurd papier neerleggen of iets anders. Hè. Het gaat erom dat je op één plek dat centreert, als dat het ware. Ja. Dus dat is de categorie hier opruimen. Mm-hmm. Dan hebben we de tweede categorie, dat zijn de spullen die jij wel graag
wil bewaren, maar die eigenlijk niet hier thuis horen. Dus stel voor, ik kom in de keuken een paar sokken tegen, hè? Of een sleutelbos, ja, of ergens anders. Ja, of het rapport van je zoon, dan horen die op een andere plek thuis. Je wil ze wel graag bewaren, maar ze gaan naar een andere plek toe. Dus een ander kratje. Ja, duidelijk. Met ergens anders opruimen. Mm-hmm. Dan komen we nog vaak tegen de categorie, ik heb het hier genoemd liefdadigheid. Dat vond ik schattig. Hè? Ik bedoel daarmee kringloop. Of misschien wel spullen die je af wil geven, die nog goed zijn, waarvan je denkt, nou, die ga ik niet weggooien. Die krijgen nog een tweede leven. Mm-hmm. Ja. Die bewaar je hierin. En dan is het belangrijk dat als je naar de kringloop gaat of naar een tweedehands winkel, dat je na afloop ook meteen het kratje in de auto zet. Precies. Dan, ja, is het al, dan gaat het al op zijn weg daar naartoe. Okay. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, maar misschien dat mijn vriendin nog iets kan gebruiken. Of mijn buurvrouw. Mm-hmm. Dat kan. Ik weet uit ervaring dat heel veel spullen dan toch blijven plakken. Dus wat ik dan altijd voorstel is, pak je telefoon erbij. Maak een foto. Stuur meteen een appje. Meteen. Met dit heb ik nog over. Of kun je dit nog gebruiken. Dan krijg je vaak direct antwoord terug. Mm. En dan weet jij of dat iemand in jouw omgeving dat nog wil hebben, ja of nee. Of dat het echt naar de kringloop kan. En als laatste natuurlijk de vuilniszakken voor het afval dat je echt weg wil doen. Ja, ik geniet van die tips. Ik ga meteen aan de slag. Maar ja, mijn hoofd begint al te ratelen. Ik zie me al op zaterdagmiddag moet mijn zoontje zijn kamer opruimen. Als ik hem die mandjes geef, hè, dan zit alles in dat mandje elders opruimen. Ja. Alsjeblieft, mam. Ja. Dat weet ik nu al. Ja, kinderen zijn heel inventief, hè? Ja. En weet je wat het ook is? We hebben natuurlijk tegenwoordig ook heel veel spullen. En dat maakt ook dat dit soort dingen steeds belangrijker worden. Want mensen verzamelen en verzamelen. En dan is de kringloop natuurlijk een supermooi initiatief. Waar je ook weer oud en nieuw kunt vinden. Wat recentere dingen, maar ook juist hele oude dingen. Mm-hmm. Ja, en wat dat betreft hadden we dat vroeger denk ik wel wat minder nodig dan tegenwoordig. Dan nu? Ja. Ja. Ja, want daarmee duiken we meteen in de geschiedenis. Lisette, jij bent ook in de geschiedenis gedoken, maar wel met een technologisch innovatief tintje, toch? Ja, we zijn weer met iets heel interessants aan de slag. Maand van de geschiedenis. Vorige week is al eventjes in het programma geweest. En bij Museum Pele Maas en de Biep Samen zijn een activiteit samen maken waarbij kinderen AI en de teletijdmachine, dus eigenlijk door middel van AI in gesprek kunnen met een kind van 1944 en een leerkracht. Dus er wordt een chatbot gemaakt, of twee chatbots gemaakt. Chatbot Lijke en chatbot Lies. Lies is de juf. Lies dat toch? Nee, grapje. Ja. Nee, gewoon Lies, dat was de naam die ze toen hadden, dus dat moet wel passen in die tijd. En dan kun je dus die persoon allerlei vragen stellen. En de bedoeling is dat dan, we het dan gaan hebben over de kerkrazzia. Want dat heeft in die periode echt wel wat betekend. En er worden komen opdrachten bij en dat moet opgelost worden. Dus we zijn heel benieuwd hoe dat echt handen en voeten gaat krijgen. Mm-hmm. Maar ik denk dat het heel interessant wordt. Dan gaat het misschien ook iets meer leven, hè, die geschiedenis weer. Want dat is vaak het moeilijke natuurlijk voor kinderen ook om dat levendig te maken. Ja. Dat is eigenlijk een stukje camouflage. Want ze moeten zich wel verdiepen in van wat was er toen? Ja. Dus daarom kunnen ze die chatbot dan allerlei vragen stellen. En ja, dat vind ik echt wel interessant hoe we dat pakkend krijgen. En dat ze het ook interessant vinden en die vragen durven te gaan stellen. Nou ja, ze zitten natuurlijk al heel erg met die apparaatjes. Siri, hoe laat is het? Nou ja, ik kan me voorstellen dat zo'n AI dat dan ook doet. Zeker. Ja. Wat eten we? Kinderen zijn er wel mee gewend. Ja, kinderen zijn er wel mee gewend. Dus dat wordt interessant. Ja. Eind oktober in een museum. Dan kunnen we het al gaan zien, al gaan meemaken. Ja. Ja. Oh, leuk. Heel leuk. Nou ja, we blijven lekker in de geschiedenis. Jacqueline, we hebben het ook in de geschiedenis gedoopt. Ja, het is een boek vol geschiedenis, maar het is geen geschiedenisboek. Oh. Het is een historische thriller. En Steve Barry, die schrijft allemaal van dat soort boeken. Minstens één boek per jaar. En dit is al zo'n 20ste boek, volgens mij. En historisch klopt dat allemaal. Maar daar speelt zich een heel spannend verhaal af. Maar je leert tegelijkertijd iets over die tijd waarin het zich afspeelt, die plaats waar het zich afspeelt. Dit speelt zich af in Beieren. Mm-hmm. En het gaat over koning Ludwig II. En ja, ik ben helemaal niet zo'n ster in geschiedenis. En ik heb dat nooit zo goed kunnen bestuderen en nooit zo goed kunnen onthouden. Maar door dit soort boeken te lezen,
pik je daar toch heel veel van op. En dan ga je ook eigenlijk meer begrijpen hoe dat toen was in die tijd en wat er toen allemaal gebeurde. En tegelijkertijd is het gewoon super spannend. Ik moest er even inkomen in het boek. Mm-hmm. Dus ik moet even doorzetten, want er gebeurt zoveel. En er zijn zoveel personen. Maar als je het eenmaal te pakken hebt, dan leg je hem ook niet meer weg. Ja. Okay. Ja. Dus echt een goede aanrader. Zeker ook deze schrijver in het genre. Ja. Ja. Mooi. Ja, en Ingrid, je hebt je ook laten inspireren door iets ouds. Nou ja, iets ouds. Ja. Een beetje Chinese geneeskunde, toch? Even een beetje in de historie hangen. Ja, eigenlijk iets oud en iets nieuws. Het leuke is dat het het heet fasciatherapie. En dat het een tweede... Fascia. Fascia van fascinerend? Fascia. Ja, ik vind het heel fascinerend. Okay, ik vind het buitengewoon fascinerend. Ja. En denk ik voor veel mensen, want het kan echt wel een hele mooie hulp of oplossing zijn bij klachten, fysieke klachten, maar ook wel mentale klachten. Maar het is inderdaad in principe heel oud uit de Chinese geneeskunde. Maar het heeft nu eigenlijk sinds 2018 een beetje een soort van erkenning gekregen. Maar Mariette, bij haar was ik op bezoek. En zij weet dat haar fijn uit te leggen. Ja, ik wilde je allemaal vragen gaan stellen. Maar volgens mij kunnen we dan beter gaan kijken. Beter even naar Mariette luisteren. We gaan naar Mariette luisteren. Ja, wat doe ik precies? Ik werk op de fascia. En fascia is een weefsel wat pas sinds 2018 in de nomenclatuur is opgenomen. Dat wil zeggen bewezen weefsel wereldwijd. En daarnaast is het ook een overlap met de Chinese geneeskunde. Want die werken al duizenden jaren met datzelfde energetische netwerk. Alleen was het toen nog niet evidence-based zoals dat hier in het Westen graag op die manier gezien wordt. Dus daar ben ik op gaan werken. Voorafgaand heb ik eerst kennis gemaakt met de gua sha. En gua sha is een schraapmethode. En dat gaat ook over de huid heen, maar op een andere manier dan ik nu doe. En dus daar ben ik eigenlijk verder mee gegaan. Verder gaan ontwikkelen, andere methoden toeleren passen eigenlijk. Kort gezegd, het zit overal. Het is het energetische netwerk wat jouw lichaam overeind houdt. Je hebt botten. We hebben de spieren. En dus dat hebben we ook van vroeger uit op school geleerd. Maar om die spieren überhaupt in beweging te krijgen, om de botten te voeden, heb je iets nodig, heb je energie nodig. En maar ook een energetisch netwerk om prikkels te geleiden over dat netwerk om naar die spieren te komen bijvoorbeeld. En dat is fascia. Je moet je voorstellen, als we het hebben over spierfascia, is misschien een makkelijk voorbeeld, een kipfiletje. En daar zit zo'n glibberig laagje overheen. Dat is myofascia. Maar soms dan voel je gewoon niet lekker in je vel zitten en heb je last van misschien angsten of onzekerheden, maar je weet niet precies waar het vandaan komt. Dan is zo'n lichaamsgerichte therapie, die werkt dus op die oppervlakkige fascia als we het over emoties hebben. Het lichaam onthoudt ook alles, dus in die fascia, dat is dat energetische netwerk, is één grote harde schijf. Dus daar zit alles vast, ook om jou te beschermen voor een volgende keer of volgend trauma of volgende situatie waar je weer moet gaan handelen of niet kan handelen. Dat zit er allemaal vast. Het slaat zich op in de vorm van blokkades en daar heb je last van. Het lichaam wil je beschermen, maar je gaat er ook last van krijgen. Dus dan krijg je weer lichamelijke klachten. Door die behandeling dan verwerk je het. Dus dan komt het vrij en dan verwerk je het. Nou, dit zijn al materialen die ik kan inzetten om een behandeling te geven. Het hangt er een beetje van af wat het probleem ook is. Hè? Of het spiergerelateerd is, of het op emotiegebied meer speelt. En zo heb ik natuurlijk in de tussentijd een heel arsenaal opgebouwd. De voornaamste materialen waar ik mee werk is miyushi of vulkaangesteente. Die zijn wat poreuzer en die genereren heel veel warmte. Daarom worden daar in Japan ook theepotten van gemaakt, want het houdt de warmte heel lang vast. Dus daar behandel ik veel mee op rugklachten.
en op spierklachten. En de jade die daarbij ligt, dat is dat groene gesteente, die kan heel mooi geslepen worden. En dat is ook heel fijn voor een algemene behandeling om allerlei afvalstoffen vrij te maken. Dus eigenlijk overal waar bloed en energie stroomt en daar zijn pijnklachten of ongemak of zeurende pijnen, dan kan ik die behandelen. Hoe oud het ook is, hè. Ingrid, volgens mij zag ik jou dan lekker relaxed liggen, ja, of niet? Ja, lekker relaxed. Ja, was het lekker relaxed? Ja? Nou, het is niet heel erg pijnlijk of zo, maar je merkt natuurlijk wel dat er wat gebeurt. Want ze wrijft gewoon flink over je rug, over je schouders. Veel komt ook vanuit hier dat punt, zeg maar, onderin je rug. Mm-hmm. Dus alles staat met elkaar in verbinding. Dus je voelt wel dat er wat gebeurt. En daarna heb je ook wel blauwe plekken of wat rodere plekken. Maar dat ziet er indrukwekkender uit dan dat het voelt, vond ik. Ja. Maar ondertussen gebeurt er ontzettend veel. En wat zij ook zegt, zowel op emotiegebied als op fysiek gebied. Echt, dingen komen los. Dus het is voor mensen met heel uiteenlopende klachten echt interessant om eens een keer een andere weg te bewandelen dan de gebaande paden. Ja. Dus als het niet opgelost raakt, neem eens contact met haar op. Zij is een van de... Vorig jaar was ik naar een energetisch therapeut geweest. Nou, ook zoiets. Hè? Ja, toch even een andere inslag. En dat is dit ook weer. Dus fascia. Therapie. Ja, mooi. Leuk. Echt een aanrader om eens te proberen als je vast zit, letterlijk. Ja. Of figuurlijk. Ja, ik zit vast in mijn tekst nu. Ik ben mijn bruggetje kwijt. Oh, je bent je bruggetje kwijt. Ik weet dat ik naar Lisette moet. Ja. Het ging over een bruggetje. Nou, dat is bij deze opgelost, toch? Ja. Nou, ik denk dat het een heel mooi bruggetje is. Maar we hebben een bruggetje wel in twee kanten gaan bekijken. Er is in Pelemaas, tussen Maasbree en Baarlo, is er een bruggetje wat aan het beide kanten een ander gedeelte van het gemeentewapen laat zien. Hmm. En aan de ene kant is dat Baarlo, daar is het hert. En dat hert wordt in het wapen omschreven als het hert wat naar links springt. Dat gaat over Baarlo. Hmm. En dat is de zegel van de schepenbank van de heilige Petrus. En daar stond hij vroeger op. En daarmee identificeert Baarlo zich in het gemeentewapen. En aan de andere kant van het bruggetje zie je een adelaar. En die is niet zo heel goed zichtbaar. Aan de Kwisbeek is toen gewerkt en hebben ze daar een andere wand tegengemaakt. Ja. Dus is wat minder fraai. De Baarlo-kant is eigenlijk mooier. Maar dan zie je dus een adelaar. En de adelaar die komt van de kerkpatrones, de heilige Aldegundis. Die had dus in het schild een adelaar staan. En zover ze weten komt dat weer van het kasteel van Bree uit. En zo zie je dan dus nu in de gewoon op straat het gemeentewapen van Maasbree nog steeds terug. Nou, mensen die net het gemeentewapen op het scherm hebben gezien, denken van goh, daar stond aan de linkerkant stond nog een hert. Met een vleugels en een kruisje. Ja. En dat is het gedeelte wat bij het gemeentewapen van Blerik hoorde. Oh. Want na de oorlog is Blerik bij Venlo gekomen. En voor die tijd was dat één gemeente. Oh, dus het zijn eigenlijk drie gemeentes die ze laten zien? Drie kernen waren vroeger één gemeente. Mm. Die drie kernen waren één gemeente? Ja, okay. En na de oorlog is Blerik dus bij Venlo gegaan. Ja. En daarna is dat wapen dus veranderd. Maar als je dan dus een keer in Baarlo op het terras hebt gezeten en je kijkt recht voor je, zie je de dorpspomp en de volgende keer zie je daar ook het wapen op staan. En dan denk je van, hey, daar hebben we het over gehad. Wat leuk. Ja, Jacqueline, en jij hebt ook twee dames meegenomen met een boek. En volgens mij ken ik die van Het zitten op een bruggetje, of niet? Ja. Als ik naar vroeger terugdenk, die hadden van die rode laarsjes aan, toch? Ja. Met van die korte broekjes. Ja. En die zaten op een bruggetje. Ja. Ja. En het zijn Plien en Bianca. Ja. Nou, en Plien en Bianca die hebben superleuke theatervoorstellingen. Ik weet niet of je er wel eens geweest bent, maar echt, dat is, je lacht je een ongeluk. Dat is echt superleuk. Die hebben gewoon hele leuke anekdotes en leuke korte sketches en herkenbare dingen ook. Voor vrouwen, herkenbaar. Vooral voor vrouwen, Zitten we al niveau opvliegers met het boek? Of? Nee, soms wel. Nee, soms her en der wel. Maar het gaat niet per se over de vrouw op middelbare leeftijd, dat niet. Maar het heet De Binnenste Buitentrui. Oh, en dat is dus een van de situaties waar ze in komen. Van, nou, dan hebben ze per ongeluk de trui binnenste buiten aan. Ja, als je snel
weg moet, dan gebeurt dat wel eens. Maar de binnenste buitentrui en andere dagelijkse ongemakken, zij schrijven dan eigenlijk brieven aan elkaar. En, zo, en dan reageren ze ook weer op elkaar van, oh ja, dat snap ik wel, maar ik had toen dit en dit. Wat ik hier ook heel leuk aan vind, is dat ze hebben een beetje een eigen taal met eigen woorden ook. Want ze hebben, ja, ik heb ze opgeschreven, kan ze niet allemaal onthouden, maar dan ze typeren dan bepaalde mensen bijvoorbeeld, dat is mevrouw Streepmond. Dat is iemand die een beetje verbeten kijkt altijd. En een beetje zo'n... Zijn dat niet die groefjes hier zo? Nee, het is deze streep. Die streep. Oh, ik dacht alweer een andere streep. Ja, die kan je ook hebben. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. En dan hebben ze een zwoegmoeder. Ja, daar kun je ook van alles bij voorstellen. Een zwoegmoeder die met de kinderen aan, die sjouwt al de gymtassen mee en die zwoegt van het een naar het ander. Of een aan kleding plukkende vrouw. En ook heel leuk, ze hebben ook onbestaande woorden. Deze vond ik het allerleukste. Toen ik iedereen de deur uitgebroodtrommeld had, ging ik verder met mijn dag. Ja. En dan weet je allemaal precies dat moment en dat gevoel. En dan heb ik nog één hele leuke. Er was een van die dames in de sauna. Ik hoef niemand een kijkje in de keuken te geven. Dat vind ik hoogst ongemakkelijk. Zeker collega's wil ik niet in mijn keuken hebben. Ja. Fantastisch. Ja, het is als je gewoon lekker... geen zware literatuur, maar gewoon korte lekker stukjes. Lekker luchtig. En een glimlach op je gezicht. Ja, dan zou ik Plina en Bianca lenen. En dan... is gewoon heel leuk. Ja. Nou, we eindigen met een heerlijke glimlach. Het is een lekkere eigenwijze uitzending met jullie. Dank jullie wel dat jullie er waren. Leuk dat jullie gekeken hebben. Nou, mocht je er geen genoeg van kijken, kijk even op onze site voor meer activiteiten. En ik zou zeggen, volgende week weer een uitzending dwars door Limburg. Tot ziens!